Voorop loopt een afvaardiging van de winkeliersvereniging Ridderhof. Max Verbeek heeft het bloemstuk in zijn handen. Het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan de Rijn. Lisbeth Spies, de burgemeester, met links van haar oud-burgemeester Bas Eenhoorn. Wethouders Kees van Velzen, Handenjager en Gerard van As. En Marco Parinoussa daarachter nog, gebiedsadviseur. Hier en daar emotie bij mensen. Het zijn vooral de nabestaanden die het er toch heel erg zwaar mee hebben. De mevrouw legt nu ook bloemen bij het monument en loopt in tranen weg. Twee dames met bloemen. De politie die ook bloemen neerlegt. Twee wijkagenten van het team Alphen aan de Rijn. En dit zijn de laatste bloemen die neergelegd zullen worden bij het gedenkteken. Het gedenkteken waar de namen van het echtpaar Boezaert op staan. Mevrouw van Doorn, meneer Deutekom, mevrouw Ter Haar en de heer Youssef. Dat zijn de 6 mensen die doodgeschoten zijn op 9 april 2011.